Hey mensen, welkom bij een nieuwe Roblox video. Ja, ik heb een lekker drinkje erbij. Lekker zonnebril op, omdat het nog steeds lekker zomer is. Dus ja, we zijn vandaag in Waterpark. Waterpark, heel leuk. Er zijn namelijk allemaal glijbaan uit. Dus ik zie al allemaal spelers van de glijbaan afgaan. Nou, laten we meteen voor de video van de rode glijbaan afgaan, jongens. Let's get it. Come on, yeah. Let's go. Oké, gaat best lekker. Nou, gaat wel traag. Zegt deze glijbaan. Maar, jongens, eerlijk, hij is wel vet. Kijk, het komt zo meteen daaruit, jongens. Zie je hem? Wow! Dat was vet, kijkers! En, jongens, ik maak altijd de video's net op het moment dat papa en mama weg zijn, want... Ja, die storen af en toe nog wel eens bij de video. Ja, ja. Trouwens, als die ook kijken naar deze video, like sowieso, ja, ja. En anders, misschien kan ik wel een Roblox video ooit gaan maken met papa. Ja. En misschien komt Lars ook nog een Roblox, maar die weet dat ik nu een video aan het opnemen ben, dus die zal waarschijnlijk niet komen nu. Nee, hier kan ik niet op. Wacht. Misschien wel als ik een andere ga doen. Oh jongens, ik zie ook dat er nog jungle is hier. Laten we daar eens naartoe gaan. Wow. Wauw. Hier ziet ook wel mooi uit. Kijk, jungle. Een mooie groene glijbaan. Nou, daar wil ik wel vanaf, jongens. Vandaag gaan we gewoon een aantal spelletjes uitproberen. Vind ik ook leuk voor jullie kijkers. Laten we hier vanaf gaan. Deze. Die ga ik er samen in. Ja, je kunt ze met z'n tweeën zijn. Nice, jongens. Jullie willen niet weten hoe heet het hier is, joh, op mijn kamer. Jongens, ik ken een freak. Die heet Dutch the Bird. Ja, die maakt ook van deze Roblox video's. Maar die maakt ze tegelijkertijd. Maar ik doe het gewoon op een mooie tijdstippen. Ik maak er één per dag. Oh, trouwens, misschien zit wel een première. Vanmorgen, ja. 1929 juni. Nou, misschien wel weer een première van Roblox, ja. Ik weet maar nooit of we nu in première zijn of dit een normale video is, ja. Ik weet het nooit. Kijk, dit is mooi. Ik vind het mooi, jungle. Hey, we kunnen hier een lekker drankje halen. Woehoe, yeah, woehoe. Laten we dat gaan doen. Oké. Kunnen we het pakken? Zo. Ik heb mijn muis. Ja, bij mij werkt het dan heel makkelijk. Zo. Moet ik dan een klik of zo? Ik weet het niet. Doe je dit? Ik snap het niet. Even kijken. Ah, ik heb het. Oh, hé, dat. Je hoort echt zo. Jam, jam, jam. Lekker. Genieten voor de zomer. Ja, en jongens, jullie weten waarom ik zonnebril op heb. Omdat deze guy, kijk maar wat hij op zijn hoofd heeft. En een zonnebril. En natuurlijk een Sonic shirtje. Ja, jongens, wat moet jullie weten? Ik ben wel een beetje fan van Sonic, maar ik heb het ook gedaan omdat het toen de film was. Ja. Dus dat zien jullie al heel lang. Dat op mijn skin. Ik zal nooit mijn skin veranderen, denk ik. Ik denk dat het gewoon lekker bij deze skin blijft. En dan als je bij 15 komt, ja, dan ziet het er wel wat anders uit. Jongens, laten we lekker een zwemmen in het zwembad. Woehoe. Lekker zomers. Ja, jongens, bij ons is het zwembad nog niet open. Maar helaas, jongens, ja. Oh, hier kun je niet opkomen. Dus weet je wat, laten we wel lekker naar een andere game weer gaan. Want we hebben nu een beetje Waterpark, een beetje doorzocht. Dus, ja. Ik weet niet of jullie het ook oké vinden als ik naar een andere game heb gegaan. Ik weet natuurlijk niet, jullie zijn natuurlijk kijkers, maar goed. Ik ga nu in ieder geval lekker naar een andere game voor jullie. Ja. We hebben lekker in waterglijbaan gegaan, dus... Ja, dus we gaan nu naar een andere game teleporteren. 1, 2, 3, boom! Yes! Ik zit in een andere game. Deze keer, en dit is een pizza place. Dus dit is een pizza place. Ik dacht dat dit ook leuk is voor een première. Ik weet niet hoe laat het nu ongeveer is. Op 29 juni. Op dit moment. Dus ja, lekker roken spelen. Voor jullie vind ik wel leuk. Zo.
Waar zijn we gaan werken? Skok? Start. Laat ons kijken hoe het werk van de kok is. Oké. Dan rollen we. Ik denk dat we wel weten ongeveer. Denk ik, want ja, kijk, dan moeten we hier naartoe. Oké, dan. Oké. Ergens neer. Oké. Goed. Oké, dat is nu al goed. Ligt hier een beetje mooi. Oké, dan ga ik met mijn huis doen. Zo. Oké, ik weet dus hoe het werkt nu. Oké. Dit erop. Dit erop. Oké. Nou, dan gaan we naar het volgende. Dan worden ze gebakken, oké. Woehoe, lekker. En sommige gaan ook aan de bar staan. Oh jongens, het ziet er lelijk uit. Ja, klaar hoor. Ja, yes, dat kan niet nu. Oh. Geen goede kok ben ik. Kijkers. Oké, ze wil die hebben. Dus dan geven we die. Ja, goed kijkers, ja. Yeah. Ik heb het weer goed. Vandaag om 29 juni. Ja, ik neem deze video natuurlijk wel op 28 juni. Maar kijk, het is wel een première, jongens. Dus ja, dan neem je echt een leuk videootje. Uiteindelijk wordt het ook een normale video. Ik weet niet hoeveel mensen hier naar zitten kijken. Maar ja, misschien is het wel een beetje een dood kanaal. Ja, maar in ieder geval Lars ook aan het gamen. Net zoals ik, ja. Ik denk dat ik zometeen wel de video moet afsluiten, want papa zal zometeen wel helemaal terug zijn met Floor. Emma. Ja, kijk, eens onverwacht hè. Ja, ik ben toch maar even naar een andere hobby gegaan, anders hebben we daar geen tijd meer voor. En oh, we gaan weer verder in de hobby waar we vorige keer waren gestopt. En misschien staat de fluit niet aan, we gaan even kijken. Ja, het staat helemaal aan, hier in Roblox, dus dat komt goed. We gaan over de milkshakes. Ah ja, daar begin ik vorige keer dood. Af. Begin ik de vorige keer af. Maar weet je, dat maakt niet uit, denk ik. Die guy dan wel. Oh, die heeft me nu afgemaakt, soort van. Goed zo. Die kan het ook wel, geloof ik. Oh, dat vind ik weer wat. Come on, kijkers, come on. Ja, de slippers, ik had het de vorige keer over dat de slippers wel lekker waren. Dat lukt het niet. Was die guy serieus ook nog hier? Ja, moeilijk level. Geloof ik. Moeilijk level. Oh yes, daardoor heb ik het gehaald. Woehoe, yeah. Als je zegt dat het moeilijk is, heb ik het gehaald. En je hoort natuurlijk weer het fluitje wat vind je altijd op mijn linker hoort. Goed, maar maakt niet uit. Kijk, we gaan nu gewoon verder. Omdat we daar de vorige ook waren. Dan gaan we hier weer verder. Oeh, allemaal pizza-zitjes op de grond. Poei. Dat kan toch niet, kijkers. Ik maak ook nooit rommels.
Rommel, hè? Ik bedoel, deze video is wel heel leuk. We zijn naar het waterpark geweest. We hebben in de pizzeria gewerkt. Dus ja, dit kan er nog wel bij, denk ik. Dit kan er ook wel bij. Noi. Ja. Ik ben ook wel blij dat we de slushpuppies ook al hebben gehaald. Ja. En jullie vragen je af, ga ik nog in een andere video verder met deze hobby? Nou, natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk ga ik verder. Goeie kijkers. Ik laat jullie niet stikken met een game. Nou, af en toe wel. Ja. En ik weet ook dat er wel naar de Roblox dus wordt gekeken, maar ja. Misschien niet zo vaak. Misschien kijken jullie meer naar Kermit. Want sowieso ook naar Kermit kijken. Kermit is ook goed, jongen. Ik roep hem in ieder geval de stage. Dus we kunnen naar het tweede onderwerp gaan waar we over kunnen kletsen. Ja, we zien nog steeds fel. Maar dit zijn. Dit is de speeltuin. Dat is ook wel leuk, jongens. Ja. Moet vertellen, ja. Dit zijn de speeltuinen. En gadverdamme, jongens. Wie boekt er nou in een speelding? Ja. Niet normaal. Dan kan er doorheen moeten lopen. Ja, zie je, daar ga je ook vanaf. Rustig Bart. Gewoon rustig DJ Bart 14. En ook rustig ik. Oké. Als iedereen die kijkt. Ja, het is wel een beetje lastig. Als je dit een keertje gaat spelen, probeer je goed met je muis en zo dit allemaal te doen. Oeh. Vind ik wel, kijkers, ja. We zijn er bij C13. Kijk, ik moet af en toe alles inschrijven, ja. Dan doe je dat daar. Oké. Goed, laten we verder gaan praten als we hier weg zijn, want... Zo, nu ben ik even stil, denk ik. Moet ik even mijn concentratie erbij pakken, kijkers, ja. Oh gosh. Come on. Come on. Moet lukken op 9. Moet nu lukken. Op 29 mei. We zitten in een première. Op een soort van live. Come on. Ja, gaat lukken? Ja! Yes, kijkers, eindelijk! Oké. Gaan we weer naar het volgende trap. Oh, kleren. Kijk, dat is wel weer iets schoner, jongens. Maar je gaat er wel vanaf, denk ik. Kijk jongens, die ontwijk ik zo. Boom, boom, lalala. Oké. Dan zijn we bij het tweede. De ballenbak, jongens. Oeh. Allemaal leuke balletjes die naar beneden komen vallen. Ja, ik hou ervan. Yeah, boy. Oké, waar zijn we nu beland? Oké. Lijkt het een soort van glijbaan? Oh ja, ik denk jongens. Ik denk dat het ook is. Woehoe, yeah. Oh, boy. Oké, dan weet ik al waar ik naartoe moet. Ik denk hier naartoe. Ja, hier moet je naartoe. Oh, verjaardige. Dat is wel leuk. Maar goed, jongens, ik hoor de deur dicht gaan. Dus weet je wat? Dit is het echte einde van de video. Ik ga je nu echt bedanken voor het kijken en adios.